Jean-Michel ja? en Didier. Dat zijn ze. Dat zijn ze. Dit zou de toekomst moeten worden. Ja? Ja. Dit is jouw trots? Dat zijn mijn trots, ja. Ja? Heerlijk. We worden oud, Simon. Spreek voor jezelf. Nee, we worden oud. Dat zie ik aan de kinderen. Ja, we worden oud. Ja. En zijn het Feyenoord supporters? Dat zijn Feyenoord supporters. Hoe kan dat nou, Simon? Ja, hoe kunnen jouw kinderen nou voor Feyenoord zijn? Ik weet het niet. Jij bent opgegroeid bij Ajax, ja, man. Dat weet ik ook wel. Wat is er fout gegaan in de opvoeding? In de opvoeding ja, niet. Hoe kan dat nou? Nee. Dan is er toch een fout gemaakt? Nee, is niet waar. Simon? Nee. Harry en Simon gaan, zoals ze dat in het Engels mooier zeggen, a long way back. Maar ik ben blij dat ik je zie. Ja, ik ook. Echt waar? Ik ben blij dat ik je zie. Vanaf 81, hè, laatste ja, keer. Ja, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ja. Ik heb iets gehoord over jou. Ja. Waarvan ik dacht, toen ik het hoorde, dat kan niet waar zijn. Wat heb je gehoord? Dat jij Belg bent geworden. Ja, ik ben Belg geworden. Simon! Ja, nee, maar... Simon! Dat is niet waar. Zeg niet dat het waar is! Het is waar! Simon! Nee. Ja, het is waar! Jij... Nou... Dat is waar, Harry. Simon Tamata is Belg! Vanaf 89 heb je nou, ben ik Belgisch staatsburger. Mooi, hè? Ja, nou, het klinkt als een mop, Simon. Dat is niet dat waar, is toch niet jongen. Waar. Kan je niet bewijzen? Heb jij een paspoort bij je? Heb je wat? Kijk, wat? Natuurlijk heb ik een paspoort bij. Oh, je hebt een paspoort bij je? Dat is toch altijd veel makkelijker dan zo'n boekie. Niemand ziet dat, toch? Ja, maar bovenop ben ik Molukker. Voor de rest niet. Ja, maar toch? Ja, maar toch. Kijk, dan krijgen we straks tijdens het wereldkampioenschap. Ja. België-Nederland. Juist. Ja. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, ja, ik hoop. Voor wie ben jij? Ik ben natuurlijk voor de Belgen. Wat? Simon? Nee. Luister even goed. Nee. Ik ben... Waarom? Simon, is het toch puur verraad wat je pleegt? Dat is niet waar. Ach, waarom ga jij nou... Waarom ben je voor de Belgen? Waarom ben je niet voor Nederland? Ja, waarom? Ik ben Belg geworden, weet je het nog? Weet je het nog? Maar heb jij ook al een uitslag in gedachten dan voor Nederland-België in Orlando? In Orlando zal wel, ik denk dat het 1-0 wordt voor ons. En voor ons is het dan België? Voor de Belgen natuurlijk. Dus weet je, nee, laat me nou even uitspreken. Ja. Zo'n beetje op zo'n hele slimme countertjes, of weet je, zo'n geniepig. Lekker. Nederland blijven aanvallen, Veel kansen gecreëerd, de Hollanders. En dan Weber of een Nielis. Prikt er zo een naar binnen. Schitterend. Als je Weber tegenover een Koeman zou zetten, dan denk ik dat Koeman meer zijn nummer 9 zal zien, denk ik. Je gaat niet beweren dat Koeman traag is, hè? Hey, daar ben je nu mee bezig, hè? Ja, daar ben ik mee bezig, ja. Je gaat je kop houden over Koeman. Waarom? Koppen dicht over Koeman! Dat is toch waar? Hou op!